Ja, het bijzondere is, we hebben het net natuurlijk over stilte gehad. En heel veel mensen vinden stilte heel confronterend. En in de stilte komen heel veel van je angsten vaak omhoog. Dat is ook waarom mensen niet stil durven worden. Omdat er allerlei, ook vervelende dingen van jezelf omhoog komen. Het is wel interessant dat bijna vrijwel iedereen die in therapie gaat, en ook psychologen en therapeuten zeggen dat, achter vrijwel iedere hulpvraag zit een angst. Mm-hmm. Ik was daar heel door geïntrigeerd, omdat angst ons belemmert om vrij te leven. Dus ik had zo'n stapel boeken, hadden wij in de auto liggen. En we zouden naar Kroatië, daar zou ik een roman schrijven met als hoofdthema angst. En ik zou daar allerlei mensen interviewen die de oorlog hadden meegemaakt. Oh ja. Die dus ook midden in angst hebben gezeten. En toen kregen wij op weg naar Kroatië, kregen wij het ongeluk. Nou ja, toen ben ik uiteindelijk zijn we dus toch nog daarheen gegaan. Maar toen zat ik die mensen natuurlijk totaal anders te interviewen. Ja, je had zelf de angst in ogen gezien. Ja, en ik zat zelf daar helemaal angstig. Dat werden ook hele andere interviews, moet ik zeggen, daardoor. En toen heb ik besloten om niet een roman te schrijven, maar om dit boekje te schrijven. Het is een heel praktisch boekje. En het ongeluk neem ik als kapstok. Maar het is niet alleen maar een boekje over ons ongeluk. Maar vooral over, oké, wat doe je met angst? Wat doe je met wat als vragen? En hoe ga je ermee om? Wat zijn allerlei verhalen van anderen? En hoe ga je de zoektocht aan? Want ik geloof dat er achter elke angst zit een verlangen. Hoe ga je die zoektocht aan naar jouw verlangen? Hmm. En hoe ga je in plaats van dat je geknecht wordt door je angst, je verlangen uitleven? Ja. Dus het is een heel praktisch eigenlijk zelfhulpboek geworden. Ja. Ook met allerlei oefeningen. Ja. En heeft dat dan ook niet te maken met durven vertrouwen? Dat je veilig bent uiteindelijk? Ja. En is dat niet ook iets wat voor heel veel mensen heel erg moeilijk is? Het is heel moeilijk. Maar hoe heb jij dat dan... hoe heb je dat ervaren? Ja, want je kan vanuit dat vertrouwen schrijf je dat boek. In de hoop dat andere mensen dat ook ontdekken. Ja. Maar dan is het ook wel iets van jezelf. Nou, het boek is ook echt iets van... Ik zeg altijd, het boek is gewoon een soort therapie voor mezelf. Ja. En ik ga nu samen met Martijn Bewalda gaan we op tour. En dan zingt hij liedjes. Dus ik zeg, doe ik ook nog een beetje muziektherapie erbij. Hè, om alles te verwerken. Net zoals dominee spreken voor zichzelf, schrijf jij boeken voor jezelf. Dat klopt, ja. Nee, dit boek is echt ook voor mijzelf geschreven. Omdat het is mijn eigen zoektocht. Ik denk, ik word nu verlamd door de angst. Er waren heel veel mensen die zeiden, ja, je zult nu voor altijd bang in de auto zitten. Je zult het nooit meer kwijtraken. Toen dacht ik, ja, dat wil ik helemaal niet. Nee. Het is ook niet meer zo overigens. Nee. Het is echt niet meer zo. Ik zit helemaal weer vrij in de auto, wat ik echt een groot wonder vind. Ik reed toen ook. Het heeft heel erg te maken met je verlangen achter je angst ontdekken en ook mensen om je heen hebben. Ten eerste heb je weet God gelooft in jou. Heb je mensen om je heen die in jou geloven, die je steeds weer aanmoedigen. Nou, je kunt zeggen, God gelooft in jou. Mm-hmm. Je kunt op hem vertrouwen. Hij mm-hmm. moedigt je aan. Mm-hmm. Maar voor heel veel mensen is God heel abstract. Ja. En hoe dan? En dan is het de kunst om te ontdekken, maar waar zie je God eigenlijk? Soms ook in mensen om je heen. Naar welke mensen luister je? Luister je naar mensen die jou in de slachtofferrol praten en die elke keer zeggen, ja, oh, wat erg en hier kom je nooit meer overheen? Nee. Of luister je naar mensen die zeggen van, hey, dit is heel verschrikkelijk wat jij hebt meegemaakt. Dus wel erkenning bieden, maar tegelijkertijd ook erkennen dat jij meer bent dan wat je hebt meegemaakt. Ja. Een van de belangrijkste voorbeelden die ik noem, toen wij dat ongeluk kregen. Nou, ik weet niet hoor. Als jij in de auto zou zitten en de persoon naast jou die reed en die zou de macht over het stuur verliezen, wat zou je dan doen? Ja. Gillen. Ja. Schrikken. Ja. Zeggen, pak dat stuur. Pak dat stuur. Ja. Nou, mijn man die deed iets heel bijzonders, want ik reed. Ja. En ik verloor natuurlijk de macht als wordt over het stuur. En wat hij heeft gedaan, hij draaide zich naar mij toe en hij heeft alleen maar achter elkaar gezegd, je kunt het, je kunt het, je kunt het, je kunt het. Dus hij bemoedigde je heel erg. Ja. Moedigde je heel erg aan. Nou, dat is voor mij de grootste liefdesverklaring die ik ooit van hem heb gekregen.